Ik ben aan het terugwandelen van het Start & Go evenement. Het was echt super interessant. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. En ik heb dit kleedje aan. Vandaag komt eerst mijn moeder. Dan volg ik een online webinar om 10 uur. En vanavond ga ik naar een event van een startersonderneming. Alleen van een organisatie die startersondernemingen helpt. Over hoe je met tijd om moet gaan. Hallo, het is nu ongeveer 9 uur. Mijn mama is ongeveer 10 minuutjes geleden vertrokken. Dus dat betekent dat ik nog even een uur aan de slag ga voor mijn webinar begint. Allee, het is niet mijn webinar, maar een webinar die ik ga volgen. En dat is echt op een irritante plek. Nog een kwartiertje voordat de webinar begint. En ik heb ondertussen al heel wat foto's geëdit en op mijn computer gezet. Dus yay! Echt klaar met mijn schriftje en al om de webinar te volgen. Ze heeft dus een online programma waarin je leert om meer uit Instagram te halen. En ik ben echt super hard aan het twijfelen of ik het moet doen of niet. Het is wel veel geld. Dus ik weet het niet. Ik denk het niet, maar ik weet het niet. Als geld geen probleem was, sowieso ja, direct. Maar geld is een probleem en... Net een hele hoop foto's gemaakt voor het magazine en voor mijn Instagram. En die ga ik verder werken. Ze zegt, ik heb het idee. Het is iets voor 4, dus het is bijna tijd om te vertrekken naar Moorslele. Voor het event Hek je tijd. Ik weet niet hoeveel dat ik daar ga filmen, want het is nogal awkward voor iemand. Bij mensen die ik totaal niet ken eigenlijk. Trouwens deze zak mee, To Read To Be Sacked. En daar zit er een notitieboekje in, een tablet, mijn portefeuille, that's it. Ik ben aan het terugwandelen van het Start & Go evenement, het was echt super interessant. Niet alleen de lezing, maar vooral het ontmoeten van de mensen achteraf. Ik ga dan meer doen, ik ga echt meer doen. Dat is echt leuk. Ik zit zo echt zo vol goede moed en ook vol ideeën. Ook achter de webinar van deze morgen was het echt zo een dag om mijn onderneming een duw in de rug te geven. En kijk hoe lang zo'n mooi paadje dat ik met mijn auto wandel. Mijn gelimiteerde kilometers meer dan waard. En dat was super satisfactory. Mijn auto, de zon schijnt een beetje raar, waardoor je een raar licht krijgt op mijn gezicht. En het is nu met Freek en Suzanne. Zo'n mooi liedje. Ik heb nog vlug een klein yoghurtje gegeten en een beetje gedronken. Want we waren wel hapjes op het evenement, maar ik was vergeten te zeggen dat ik vegetariër was. Waardoor, ja, en de meeste hapjes waren met vlees, dus ik ben niet vol gegeten. En nu ga ik me omkleden en in mijn bed lezen aan mijn boek. Een van mijn boekentips trouwens voor boeken op vakantie. Dit was het dan voor deze vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie morgen weer. Vandaag ga ik trouwens iets proberen omdat het me geïnspireerd geeft. Ik ga proberen namelijk mijn gsm daar te laten liggen. Een stukje van mijn hoofdeinde, dus van mijn bed.
in de hoop dat ik er niet meer op zit vanavond. Ik heb trouwens een hele hoop tips geleerd om minder verslavend te zijn aan mijn gsm. En misschien wil ik dat wel eens een keer testen in een soort challenge voor mijn blog. www.zijofhaar.nl, waarin ik mijn resultaten, hoe ik normaal eigenlijk, hoeveel ik normaal op mijn gsm zit met daarna. Lijkt dat leuk? Zet dat even in het polletje of in de reacties hieronder.